Yo guys, Niels hier van Survivor & Coaches. Op social media hebben we van jullie vragen gekregen om een filmpje te maken over voeding. Vandaag nemen we jullie mee in een dag wat ik allemaal eet. We gaan het hebben over macro's en we zullen jullie laten zien wat voor gerechten we kunnen maken. Recepten uiteraard bijgevoegd. Laten we beginnen, schort aan. Dat is een belangrijk detail van die chef. Oh, en trouwens, we gaan vegetarisch koken. Ik ben al een half jaar vegetariër. Dus vlees komt in deze maaltijden niet voor. Maar wil jullie wel laten zien dat het extreem lekker kan zijn. Dus dat vegetarisch eten juist super, super lekker is. En vol voedingsstoffen. Let's go! De afgelopen jaren hebben zowel Jeroen als ik ons behoorlijk verdiept in voeding. Voeding is iets lastigs. We weten al best wel heel veel over voeding, maar nog lang niet alles. Dus blijf vooral je eigen onderzoek doen. Wel belangrijk, de drie macro's van voeding zijn vetten, koolhydraten en eiwitten. Vooral die laatste is heel belangrijk als sporter, omdat eiwitten zorgen voor je herstel. Elke ochtend ontbijt ik met een havermoutpapje. Eén keer in de week prep ik al mijn smaakingrediënten, zodat ik deze 's ochtends alleen maar hoef toe te voegen aan het pannetje. De prep is klaar. 6 van deze stuks kunnen in de kast en we gaan eentje gebruiken voor het ontbijt. 'S Ochtends mijn havermoutje, pak ik 1 hele banaan. Die snij ik in plakjes en die doe ik bij wat water in het pannetje. Vervolgens voeg ik hele havervlokken toe. Het kan ook havermout zijn, maar ik geef de voorkeur aan havervlokken. Zorg ervoor dat er nog net een klein beetje water zichtbaar is, zodat dit lekker kan koken. Zet ik nu op het vuur. Zodra de havermout met water een klein beetje in de kook is, voeg je een lekker scheutje kokosmelk toe. En je roert dit geheel eventjes weer lekker door. Kokosmelk geeft een mooie romige smaak. Zodra alles een beetje in een papje is, heb ik de ingrediënten toegevoegd. Zet ik nog even kort op het vuur en roer ik nog even lekker door. Yes, zodra alles klaar is, gaan we natuurlijk het bordje lekker opmaken. Jullie zien regelmatig Insta-stories van mij waarbij ik zo ontbijt. Belangrijk bij dit ontbijt wel, het is een vrij heftig en koolhydratenrijk ontbijt. Dus zorg ervoor dat je dan wel veel sport. Neem een kleine hoeveelheid. Er zit in havermout ook redelijk veel eiwitten. Dus voor sporteren ideaal begin van de dag. Ik doe alles op het bord. Vervolgens blus ik dat af met bevroren blauwe bessen. Eiwitten zijn belangrijk voor je herstel. Tijdens het sporten maak je je spieren namelijk kapot. Er komen kleine scheurtjes in je spieren. Vooral bijvoorbeeld bij krachtsport. Maar ook bij Survivor Run, wanneer we onszelf optrekken, maken we die spieren kapot. Belangrijk is om daarna te zorgen dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Dus genoeg bouwstoffen voor je lichaam om die spieren weer te herstellen. Een kleine vuistregel is dat een normaal persoon die niet heel veel sport gedurende de dag ongeveer 0,8 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht nodig heeft. Voor een duursporter en vooral voor een krachtsporter ligt dat nog weer veel hoger. Voor krachtsporters ligt het al wel rond de 1,5 tot 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Helemaal voor bodybuilders of als je net begint met krachttraining zul je misschien wel die 2 gram per kilogram lichaamsgewicht zitten. Dat is flink veel. Het is lastig om dat uit je reguliere voeding te halen. Vandaar dat ik gedurende de dag ook eiwitshakes bijneem. Soms verwerk ik dat in een recept, zoals bij dit heerlijke bananenbrood. Voor het bananenbrood weeg je 100 gram boter af. Je smelt het in de pan en je gooit het uiteindelijk in een mengkom. Een deel van die boter gebruik je om een cakeblik in te vetten. Met het cakeblik doe je normaal bloem bij en dat verspreid je over de onderkant en de zijkanten, zodat het deeg straks niet vast blijft plakken aan het bakblik. Je weegt 120 gram zelfgemaakte appelmoes af. Lekkerste is om in die appelmoes wat kaneel te doen, dat geeft wat extra smaak. Hoe je appelmoes moet maken, zoek je maar op internet.
De appelmoes en de gesmolten boter doe je in een kom. Dit mix je bij elkaar. Vervolgens klop je 3 eieren kapot en die doe je bij de mix in. Ook dit mix je weer door elkaar. Vervolgens pak je 2 bananen. Deze doe je in stukjes in de kom en prak je een beetje fijn. Zodat je het uiteindelijk makkelijker glad kan mengen. Om het deeg smeuïg te maken, doe je er een scheutje kokosmelk bij. Ook pak je 2 eetlepels met Griekse yoghurt. Wij gebruiken 225 gram speldmeel. Daar doe je een theelepeltje baking soda bij, 3 snufjes zout en 2 theelepels pimentpoeder. Om ervoor te zorgen dat bananenbrood extra proteïnes, extra eiwitten bevat, doen we er 60 gram soja eiwitten bij. Je kunt elke variant hiervoor gebruiken. Het meel met de ingrediënten gooi je uiteindelijk bij het beslag. Je weegt ongeveer 80 gram walnoten af. Ga nog 125 gram rozijnen bij. Je verdeelt het beslag een beetje over de cakevorm. Tik hem af en dan gaat hij de oven in op 180 graden voor ongeveer 45 minuten. In het bananenbrood zit ongeveer 100 gram eiwitten. Ideaal voor een sporter, voor bij de koffie of als snack tussendoor. Verder zit er ook nog redelijk wat koolhydraten in, komt door de banaan, appelmoes en speldmeel. Eet hier dus niet te veel van. Andere macro is koolhydraten. Koolhydraten zorgt voor onze energie. Koolhydraten worden in ons lichaam namelijk omgezet in suikers. Die suikers gebruiken wij weer voor verbranding. Voornamelijk voor sporters. Voor sporters die ongeveer een uur over wedstrijd doen, intensief sporten, is die vorm van verbranding essentieel en zeer belangrijk. Tijdens een survivor run, zeker de KSR, gebruiken wij voornamelijk koolhydraatverbranding. Ga je een langere duur sport doen, dan kun je ook overgaan naar vetverbranding. Maar hier gaan we verder in dit filmpje niet op in. Koolhydraat is vaak zoetigheid, wordt omgezet in suikers, maar kun je bijvoorbeeld ook vinden in natuurlijke producten zoals rijst, havervlokken, aardappelen, etc. Nou, we zijn nu bezig met de quiche. We zijn nu de bodem aan het maken. We gebruiken eigenlijk heel simpel gewoon bladerdeeg voor. Het is niet de meest gezonde variant. Je zou het ook zelf kunnen maken, zo'n bodem. Daar hebben we simpelweg gewoon geen zin in. Vraag me ook af of die minimale verschillen in voeding echt effect hebben. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar dat vraag ik me wel af. Nu als laatste een heel pakje kaas overheen. Geraspte kaas is 250 gram. Is vrij veel. Is bijna 1000 calorieën. Let wel, wil je wat afvallen of wil je letten op je gewicht, kun je beter een half pakje kaas eroverheen doen. Goed, wij gaan flink trainen vandaag, dus veel kaas is geen probleem. Staat hij dan? De quiche. Heerlijk. Zonde dat voor jullie geen reuktelevisie mogelijk is. Echt jammer. Van vetten word je niet per definitie dik. Derde macro, laatste macro is namelijk vetten. Zitten in veel producten. Goede vetten zitten bijvoorbeeld in olijfolie, noten, zaden, ook avocado. Tot schrijven van vetten word je niet dik. Van te veel calorieën innemen word je wel dik. Dus zorg ervoor dat je genoeg blijft verbranden en dat je dat een beetje in evenwicht houdt. Wil jij juist wel aankomen, betekent gewoon meer calorieën binnenkrijgen dan dat je verbrandt. Wil je afvallen? Betekent eigenlijk meer calorieën verbranden dan dat je binnenkrijgt. Ja, we gaan nu een salade maken. Er bestaat uit komkommer, paprika, zongedroogde tomaat, gemengde sla, rucola en on top linzen. En de lunch is klaar.
Wat we nu hebben gezegd is eigenlijk een beetje de basis. We kunnen nog veel dieper ingaan op wat zijn nou goede vetten, wat zijn nou slechte vetten. En wat voor soorten koolhydraten heb je. We ook kunnen ingaan op micro's. Dus wat voor voedingsstoffen zoals vitamine B12 of andere vitamines zitten er in producten. Dat gaan we verder niet doen. We houden het simpel en makkelijk. Wij luisteren de laatste tijd ook veel podcasts. Bijvoorbeeld van Ben Bergeron. Ben Bergeron is een van de top trainers CrossFit. Die heeft eigenlijk de grootste CrossFit atleten getraind. Weet heel veel over nutrition. Hij zegt eigenlijk dat je nutrition kunt simplifyen. Dus simpeler kunt maken. Drie dingen zijn daar voor hem belangrijk. Eat real food. Zorg dus dat je echt voedsel eet. Dat betekent eigenlijk zoveel mogelijk voorverpakt voedsel vermijden. 2. Not too much. Zorg gewoon ervoor dat je niet te veel eet. Van te veel eten word je nou helemaal gewoon dik. En 3. Mainly plant-based. Voornamelijk planten eten. Daar zitten onze voedingsstoffen in, onze mineralen, onze vitamines die ons lichaam zo hard nodig heeft. Makkelijker kunnen we niet voor jullie maken, wel lekkerder. Ja, wij zijn klaar met koken. Welke van deze gerechten zou je zelf eens willen proeven? We doen trouwens aan bezorgservice. Tot aan mijn voordeur. Wij gaan lekker eten. Gaan genieten. Zien jullie in het volgende filmpje. Vond je het leuk? Gooi even een duimpje omhoog. Laat ook weten als je andere dingen wil zien. Uiteraard abonneren en deel dit even met je vrienden. Weet je, iedereen wil lekker eten, iedereen wil lekker koken. Delen. Zien jullie later. Hij mag. Oké. Okay. Ik mag als toe beginnen, ja. Dit komt dus sowieso in de bloepers.